En Nico Sam, binnenvaartschipper op het motorschip Zeldenrust, 2400 ton. En wij varen momenteel in een pendel tussen de Tweede Maasvlakte en Gouda. Wij zijn al een jaar of 15 klant bij Nikon. Wij zitten veel omgeving Dordrecht, Zwijndrecht voeren wij toen vast. Daar hadden wij een vaste vaarderij. En dan is het heel korte lijntjes naar Dordrecht. En ik vind ook een positief ding hun bereikbaarheid. Er is altijd zijn ze bereikbaar, of het nou weekend is of 's avonds of 's nachts. En ja, als wij daar zitten te toppen met bereikbaarheid, dan kan je ze altijd raadplegen wat er aan te doen is. En ja, al is het niet aan een minuut, maar dan weten ze wel een oplossing te verzinnen dat het wel geregeld wordt. We hebben hier aan boord ook internet via Viacom. Dat is tegenwoordig ook wel super belangrijk, tegen goede internetverbindingen en voldoende data in ieder geval. Vroeger moest je van Duitsland en België allemaal overschakelen. Nu heb je een Europese bundel waarmee we goed de maand doorkomen. En dat wordt steeds belangrijker, vooral ook in de containervaart. Je moet heel veel mails sturen, heel veel bestanden doorsturen, planningen maken. En daar maken wij via Viacom gebruik van en dat gaat tot nog toe uitstekend.